model. Meneer Blok, we zitten op de Waal. We gaan kijken naar de kripverlaging op de Waal. Hoe verloopt het project tot dusverre? Het verloopt naar wens. In 2009 hebben we 70 kribben verlaagd. In 2011 hebben we er weer 70 gedaan. En dit jaar doen we er iets minder dan 70, maar hebben we straks 200 kribben verlaagd. Dus het project ligt op schema en het gaat goed. En wanneer moet dit project afgerond zijn? Want het gaat om het project tussen Nijmegen en Gorinchem langs de Waal. Ja, dat is correct. Op het traject Nijmegen-Gorinchem liggen 450 kribben te verlagen. Daarnaast leggen we tussen Wamel en Ophemert twee langsdammen aan van 10 kilometer. Daar worden een deel van de kribben verwijderd en wordt er in plaats van die kribben een langsdam aangelegd. En alles moet klaar zijn in eind 2015. Nou, dat gaat lukken. De uitvoering voor het laatste deel start volgend jaar en dan hebben we 3 seizoenen, dus dan eind 2015 zijn we klaar en wordt het veiligheidsniveau opgeleverd. Een heel Hollandse vraag, wat gaat dit allemaal kosten? Ja, de hele maatregel kripverlaging is in de PKB geraamd voor 70 miljoen euro. Nou, een paar gedeelte van de Middenwaal is nu in uitvoering. De uitgaven zijn in overeenstemming met wat we verwacht hadden. We hebben nog een aanbesteding te gaan. Maar het ziet er naar uit dat we binnen de budgetten blijven en binnen de planning. Dus dat stemt gerust. Hoeveel centimeter zou het waterpeil in de Waal moeten dalen door het verlagen van de kribben? En gebeurt dat ook? Heeft u dat al onderzocht? Ja, de inschattingen en de berekeningen geven aan dat we op de Waal met het kripverlagen 6 tot 12 centimeter waterstandsdaling genereren. Nou, we hebben in 2009 al een eerste sectie van 70 kribben gedaan. Daar zijn metingen op verricht. En we hebben kunnen concluderen dat bij een lagere afvoer weliswaar, maar dat daadwerkelijk ook waterstandsdaling kan worden waargenomen. En dat bevestigt, zeg maar, de theoretische modellen. Dus dat schept veel vertrouwen.